Jandino Asporaat snackbar, FC Kip, heeft opnieuw bezoek gehad van de voedselinspectie en dit keer met verrassend positieve resultaten. In een eerdere inspectie kreeg de Rotterdamse kipzaak zware kritiek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA. De inspecteur gaf een scherpe onvoldoende omdat de medewerkers volgens het rapport de hygiënische normen niet naleefden. Het rapport vermeldde groot voldoet niet. Wat duidde op ernstige tekortkomingen. Bovendien waren er klachten over de staat van de toiletten, wat de situatie nog problematischer maakte. Als gevolg hiervan moest Jandino Asporaat een verbetertraject volgen om de tekortkomingen aan te pakken. Er was zelfs het risico dat de NVWA de activiteiten van de snackbar zou stilleggen als de situatie niet verbeterde. Dit leidde tot veel spanningen en onzekerheid. Nu, na de inspectie in mei, blijkt dat de situatie is verbeterd. Volgens de meest recente resultaten heeft FC Kip een vinkje gekregen voor hygiëne, met alleen kleine tekortkomingen of geen tekortkomingen opgemerkt. De NVWA bevestigt dat het veilig is om weer te eten bij FC Kip. Jandino Asporaat zelf beweert echter dat er nooit echte gebreken waren en dat de eerdere kritiek gebaseerd was op een misverstand. Ondanks de eerdere problemen benadrukt hij dat de veiligheid van het eten altijd gewaarborgd is geweest en dat klanten zonder zorgen kunnen genieten van hun maaltijd bij FC Kip.